Hallo allemaal, leuk dat jullie weer terug zijn en kijken bij een nieuwe video. Mijn naam is Michael, voor degenen die me niet kennen. Zoals je hier achter me ziet, staat de auto weer klaar. Gewassen, volgetankt. Ik sta nu bij het station, eventjes iemand ophalen. Vanaf daar gaan we door naar de Bilt, die kant op. Vriend van mij die woont daar in de kerk. Vanuit daar gaan we met een groepje lekker toeren. Ja, het zonnetje schijnt, het is mooi weer. Wat wil men eigenlijk nog meer op een zondag? Jullie gaan straks wel zien welke kant we op gaan, wat voor weggetjes we gaan rijden. Gaat in ieder geval heel gezellig worden. Daar later meer van. Zie je straks. Hallo Timmy. Hey, goeiedag. Wat gaan we doen vandaag? We gaan even lekker een rondje rijden. Mooi. Ja, wel op gepaste afstand, hè? Ja, wel op gepaste. Oh ja. Nou, afstand, afstand. Oh. Ster zit geen. Hey, we gaan even. Ik bedoel dat we een bochtkraakje gaan doen. Je zou dus naar de bachtkraak gaan. Het is gewoon wel de dikste motor in zitten. Wel hele dikke AMG-velgen. Die lampen mogen ook echt goed worden. Als niet eens de oprit op, hoe lang duurt dat ding dan? Ja, dat zijn ook dingetjes die moeten gebeuren. Hé, DE, lekker even pissen daar. Nee, niet zeiken. Niet zeiken, niet klagen. Mooi weer. Lekker groepje. Beetje toeren, dijkweggetjes. Oude saap, altijd leuk, hoort er niet bij. Zoals je hoort, een hoop gezelligheid. Nou, wat wil je nog meer? Mooi weertje, watertje. Lekker stukje onderweg. We zitten ergens vlak bij Arnhem inmiddels. Helaas wel wat drempeltjes onderweg. Het is een vrij druk ook. Veel fietsers, wandelaars, motorrijders. Nou, dat moet de pret niet drukken. Tim die zit achter me een beetje op te drukken met de Z4. Daarachter hebben we Casper ook in de Mini. We hebben Daan in de Mini. David Joost in een best wel dikke Jaguar XJ. XJL, niet te vergeten, Supercharged 510 pk. Nou, dit ding is echt een beest. Wel een auto om ingereden te worden eigenlijk, maar laten we dat toch maar eventjes vergeten. Het is ook gewoon prima om mezelf mee te rijden. Daarnaast hebben we nog iemand die kwam aanrijden, dat is een vriend van Richard en consorten met een 1-serie. Ja, Richard en Laura in een Golfje. Ja, en daarnaast hebben we Martijn in de Mercedes. Een dikke shout-out naar die velgen, gewoon echt een hele dikke AMG velgen eronder. Maakt niet uit hoe oud de auto is, gewoon lekker toeren, gezelligheid. Vrienden erbij. Mooi weer. Ja, ik vind het prima. Nou, we gaan nu door even naar een tussenstoplocatie. Nog een paar fotootjes maken. En vanaf daar weer een stukje toeren. Wat dijkweggetjes. En dan
zien jullie dat vanzelf zo meteen wel weer. Nou, we hebben weer een tussenstoplocatie gevonden. Tim met de Z4. Kas. Dik 6 cilinder. Ja, mooi. Ja, daar komt hij hoor. Ja. Die zullen ook wel... verder dan de 5000. Die zullen ook wel denken, weer een paar van die autodebielen. Nou, succes te weten. Die reden gewoon weg, dus die hadden ze waarschijnlijk van joh, we vinden het prima. Ja, maar wij kwamen ze inderdaad tegen toen we daar reden, dus wij dachten gewoon... Ja, ja, we kunnen, als we gewoon blijven rijden, dan mag het in principe, hoor ik net. Wachten tot ze papierwerk gedaan hebben en dat we weg mogen rijden. Oké, okay. Nou dan... Ja, daar nog. Oh, daar zijn ze nog bezig. Wat gebeurde er nou? Ja, handheving. Handheving? Anderhalve meter. Nee. Dat was prima. Kijk maar, ik kan er nog niet bij. Ik kan er nog niet bij. Lukt allemaal niet. Nee. Dat is meer dan een anderhalve meter. Waar blijft de rest eigenlijk? Ik denk dat die nog bezig zijn. Oh, oh, handhaving aan het rennen erachter. Oh, dat zie je niet. Jammer. Nou, we zijn weer een stukje aan het rijden. Ja, we hebben net op een locatie gestaan. Ik dacht, we gaan even een paar mooie foto's maken. Gaan een stukje filmen. Gezellig. Wel met inachtneming van de anderhalve meter regel die er geldt. Nou ja, dat vond in eerste instantie meneer agent helemaal niet zo. Die kwamen even kijken, maar die draaide daarna toch weer snel weer om. Nou ja, daarna kwam de handhaving. Die vond helemaal niet dat wij het in acht namen. Dus dat werd een samenscholing. Ja, samenscholing. Ja, daar weet denk ik toch meestal aan hangjeugd of andere dingen. Maar goed, blijkbaar doen wij aan samenscholingen op afspraken dingen doen. We hebben gelukkig een waarschuwing gekregen. Dus nou ja, we volgen onze route weer. Niet meer stoppen, niet meer bij elkaar staan. Zolang we rijden is het goed. Al met al, weer lekker verder. Landweggetjes, dijkweggetjes, heerlijk. Nou,
af en toe zijn we iemand kwijt in de route. Nou, dat maakt niet uit. Dat is de charme wat de tour heeft met vrienden. Het lekker stukje rijden. Je bent elkaar kwijt. Je stopt eventjes. Degene is er weer bij. Ondertussen heb je toch dat je eventjes wisselt qua positie in de groep. Dan rijdt de een weer voorop, dan weer de ander voorop. Nou, vandaag ben ik dus voor degene die bijna alleen maar voorop rijdt. Hoort erbij, maakt niet uit. Dus, iets minder auto's te zien in de video dan anders. De volgende keer mag iemand anders weer de route maken en lekker voorop rijden. En dan kunnen we wat meer auto's filmen. Kijk hier toch in de rechts, het is echt super. Eén woord, genieten. Handheving, wat doe jij hier? Ja. Handheving. Wat kut. Afstand. Nou, die vent die vloog die handheving gewoon aan, hè? Net. Ik dacht ook al, want hij werd helemaal boos, hè? Kijk, ik denk dat hij niet in niet weg. Waarom werd hij boos? Nou, dat ga ik dus nu uitleggen. Niet in handhaving. En hij loopt zeg maar zo. En daarna deed hij nog dit zo, op die vent zijn borst van handhaving. Zo. Nou, en die handhaving, welke vent die het voor ons opnam? Ja. Die vent was aardig. Ja, die was wel... Goeie vent. Anderhalve meter afstand. Ik zie handheving. Lekker smera. Lekker smera. En in Nieuwegein gaan we lekker eventjes de mensen gedag zeggen. Heerlijk stukje getoerd vandaag. Echt top. Leuk groepje, gezelligheid. Leuke auto's.
vooral niet hard doorgereden. Het ging heel zachtjes vandaag. Vooral Casper, die heeft heel zacht gereden vandaag. Heel veel. Nou, dat is hoop gezelligheid. Later! Onoverkomelijk. En we moeten weer naar huis. Iedereen zijn eigen weg. En ik hoop dat jullie de video leuk gevonden hebben. Ja, vergeet vooral niet te abonneren. Even een reactie achter te laten. En de video een duimpje te geven. En dan zie ik jullie een volgende keer weer. Ciao!